Aan de provincie West-Vlaanderen kwam de eer toe de eerste stoomlijn te bezitten die door de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen werd geëxploiteerd. Dit gebeurde op 15 juli 1885. In het Kortrijkse kwam de eerste lijn in 1892. Meer dan 60 jaar bleef de stoomtram in dienst. In april 1952 verlaat de laatste stoommachine de stelplaats Kortrijk. De noodzakelijke modernisatie werd ingevoerd. Het net met elektrische tractie uitgebaat werd aanzienlijk vermeerderd. De spoorautotractoren waren reeds in gebruik genomen in vervanging van de stoomdiensten. In 1955 echter werd ook de laatste spoorauto aan de stelplaats Kortrijk onttrokken. De uitwisseling van elektrische motorrijtuigen met het werkhuis van Destelbergen is een onmogelijkheid geworden, gezien de uitbraak van verscheidene lijnen. Hier ziet men één van deze rijtuigen op autocamion vervoerd en wordt op eenvoudige manier terug op de spoorstaven gezet. De elektrische motorrijtuigen zijn tot heden nog in dienst.
de PCC-kar een toekomstdroom niet verwezenlijkt in het Kortrijkse. Een lilleputram in de stelplaats. ...1954. In onze provincie verdwijnt de tram stilaan en zal vervangen worden door de autobus. Deze wagen zal voortaan als buitenhuisje gebruikt worden. Personeel van de dienst Wegen en Werken zorgt voor de uitbraken der spoorstaven. Hun zending is geëindigd.